Eindhoven heeft 8 bijzondere wijken. Wijk in Zicht laat zien hoe de mensen in die wijken met elkaar wonen, leven en werken. We laten mensen zien die in die wijk geboren zijn, maar ook mensen waarvan de wieg in het buitenland heeft gestaan. Kinderen, jongeren en ouderen. Wijkbewoners aan het woord over problemen en hoe die opgelost zijn. Wijkbewoners over hun wijk. Wonen, vergaderen, plezier, sport en spel. Een portret van de wijk door de ogen van de bewoners. 8 maanden lang 8 wijken. Bij ETV. In 1929 werd op het landgoed Tivoli in de gemeente Geldrop begonnen met de bouw van een nieuwe wijk. Einde van dat jaar trokken de eerste gezinnen in hun nieuwe huizen. Het overgrote deel van de inwoners was toen afkomstig uit Eindhoven en werkzaam bij Philips. Een groot deel van die nieuwe wijk werd later door Eindhoven geannexeerd. In 1939 werd een start gemaakt met de bouw van de buurt die nu Tivoli heet. Een wijk waar qua woninginbraken heel weinig feiten plaatsvinden, omdat dankzij het politiekeurmerk Veilig Wonen de woningen aangepast zijn. En we hebben ten opzichte van bijvoorbeeld de wijk hierachter, Gijzerooi, nagenoeg geen woninginbraken. Tivoli is een middelgrote buurt. Er wonen bijna 1800 inwoners met meer dan 50 nationaliteiten. En er wonen meer kinderen dan gemiddeld in Eindhoven. Nou, ik woon hier nu vanaf 76. En mijn vrouw is hier geboren. En wij zijn allebei 67 jaar. En ik ervaar het dus als heel erg prettig wonen. We kunnen goed met alle mensen in de straat opschieten. Ondanks dat er dus mensen zijn die misschien discrimineren en zo. Maar mijn ervaring is dat, omdat hier zo heel veel Turken wonen, dat heel prettig is. Om een klein voorbeeldje te noemen, nu worden die gangpaden achterin, die worden overal opnieuw bestraat, 3 rijen tegels. En door heel veel onkruid, wat wel een meter hoog was. En mijn ervaring is dus dat waar de Turken woonden, dat daar achter bij de schuren in die gangpaden schoon is. En die nog 3-4 keer in de week de stoep vegen, dat zie ik in de Nederlandse nog niet meer doen. Om te kijken hoe de buurt ervoor staat, houdt het leefbaarheidsteam regelmatig een buurtschouw. Hey, te gek. En wordt gesponsord door Jongenshof en er zitten nog meer spulletjes in. Oh, dat zou ik eigenlijk even zijn. Rustig bekijken. Ja. Hoop dat je er veel plezier mee hebt. Ja, dankjewel. Oké. Okay. Bedankt. Ja. Tot ziens. Ja. Tot ziens. Oké, dankjewel. Tot ziens. Hoi. Dag. Nou, de hoofdactiviteit van de buurtvereniging is in feite het vergroten van de leefbaarheid in de wijk. Nou, dat is een heel breed en ruim begrip. Maar het gaat erom dat de mensen zich prettiger in hun wijk voelen. En we doen dat op heel veel manieren. We zijn nu met de kinderen bijvoorbeeld heel veel aan het spelen in de wijk, georganiseerd. We zijn met gezondheidsprojecten bezig in de wijk. We zijn met buurtfeesten bezig. Sinterklaas komt naar de wijk. Kerst, samen met Gijzerooi, gaan we de bomen ontsteken. Het zijn allemaal dingen dat de mensen zich wat meer bij hun wijk betrokken voelen. En als men zich wat beter bij hun wijk betrokken voelt, dan leert men elkaar weer kennen en ja, zo is het cirkeltje rond van problemen die niet geboren hoeven worden, omdat men elkaar beter kent en leert begrijpen. Het is het enige niet gerenoveerde pand in Tivoli. Deze bewoner die wilde dat niet en die wil het huis in de oude stijl behouden. En dat kun je nog zien, dus met de kleuren en de ruitjes en dat soort dingen. Ja.
Ja, ja. Dan even niet plaat. Hoi Chris, met mij. Ben ik er nog in Tivoli? Oh, hier in de Leeuwenstraat, waar Charles woont. En dan op nummer 32, daar staat een stofzuiger buiten. Volgens mij is dat een nieuw soort bladzuiger of zo, maar die had het begeven. Zou jij die op kunnen pikken even? Een oude blauwe stofzuiger is gaan met een. Ja, wel. Ella! Lief! Mooi hier, hè? Het mooiste stukje eigenlijk wat in Tivoli er nog is. Deze van vroeger uit is het allemaal al. Want vroeger heeft een oude man gedaan, die had hier een stukje grond aan zijn eigen. En dat werd steeds maar uitgebreid. Tot hij het op een gegeven moment heeft af moeten breken van de gemeente. Toen heeft hij helemaal alles opnieuw op kunnen zetten. Via de gemeente. En op een gegeven moment is die man opgehouden. En heeft Corradians en ik hebben het samen overgenomen hier. Het is voor de hele buurt, eigenlijk voor de hele gemeenschap. Het akkertje is dus hier neergezet in het belang van de buurtbewoners van Tivoli. Want Philips heeft toen de tijd dus hier een woningbouw neergezet, speciaal voor de Philips-mensen. En omdat dus daar ook een gelegenheid moest zijn als dat de mensen daar naartoe konden, heeft hij dus hier het gebouw neergezet. En daar heeft hij dus dan ook een beheerder neergezet. En zo is dus het akkertje in principe ontstaan. Het heette eerst gewoon het Akkermansgebouwtje, want de beheerder heette dus Akkermans. Er was ook een grote speeltuin bij, dus dat samen ging dus prima. Nou, na een tijd is het dus zo gekomen als dat we vonden dat er dus beroepsgrachten bij moesten komen. En toen is er dus de kubus ontstaan. En van Kubus wordt het Stratum en dan van Stratum wordt het Loket W. Ja goed, het is dus zo, als dat, je kunt wel zeggen dat er dus per dag zeker 3 verschillende activiteiten zijn. Dat, de ene keer is het 4 op een dag, de andere keer 2. Dat is een beetje verschillend. Maar we hebben eigenlijk alles toch wel een beetje bij de hand. Het grote verlies vind ik dus zelf het weggaan van de peuterzaal. Dat gaf toch de binding met het buurthuis veel sterker. Gelukkig hebben we dus nog het kinderwerk. Dus daar komen dus ook dus wel ouders en zo mee. Maar ja goed, dan is het vooral ook dat er een volwassen werk is. En zoals je de buitenlanders komen dus hier vanzelf ook. En zo willen wij toch proberen om voor de buurt één geheel te zijn. Nou, specifiek vind ik dus toch wel, vooral het kinderwerk vind ik heel belangrijk. Daar hebben we dus vanuit het kinderwerk ook een theater opgezet. Dat heet Snot voor 3, dat draait ook al heel lang. Dan is er dus de fitness. Ja, het tekenen en schilderen doen we al heel lang. En het volksdansen. En zondagsmiddags hebben we dus iedere middag dus voor ouderen dansen. En dat wordt dus ook heel goed bezocht. Dus ja, we kunnen wel zeggen dat het toch een heel goed buurthuis is. Samen wij. Hier achterlangs en de volgende vooruit. Donderdagochtend 9 uur beginnen. Hier kan Golden samen vrijwilligen werken. En dan elke donderdag om 9 uur kom je hier, alles koffie gedaan en thee zitten. En dan tafel, alles goed maken tot andere vrouwen komen samen. En dan zitten samen, praten over wat is gebeurd in Eindhoven, wat is gebeurd in Nederland. En dan kan niet goed weten staan, maar... praten over de gebeurt. En dan ik kom hier praten. Ik kan niet goed, maar een beetje beter voor mij. Ik denk, ik ben blij hier. Ik kom elke donderdag. Ja, soms samen praten. Als een vrouw handwerken, soms een week kinderen maken. En volgende week zijn er tas komen ze.
apparaat is borstkanker. Het is elke week een andere verschillend. Het is leuk, samen praten. Is alle mensen andere land komen. Het is alles leuk voor mij.